We zien in het openbaar bestuur in Nederland een verschuiving van het nationaal naar het lokaal niveau, van staat naar stad, zo gezegd. Dat brengt de vernieuwing van de lokale democratie hoog op de politieke agenda. Hierover ga ik in gesprek met Maurice Pecht. Maurice, wat heb jij met het thema vernieuwing lokale democratie? Nou, eigenlijk al 10 jaar gefascineerd door hoe bewoners, burgers zichzelf inzetten voor die stad. En eigenlijk eerst vrij traditioneel via hoe bewonersorganisaties zichzelf opnieuw aan het uitvinden waren. En eigenlijk steeds meer gefascineerd geraakt door hoe mensen echt zelf initiatieven nemen om die stad invulling te geven. Dus ik heb eerst een proefschrift over geschreven en nu, een van de dingen die ik gedaan heb is in Rotterdam, de Lezer Rotterdam West, opgericht. Eigenlijk naar aanleiding van het sluiten van de bibliotheek in de wijk in Rotterdam. Samen met iemand begonnen om eigenlijk een publieke ruimte rond taal, literatuur en verbeelding op te zetten. En die bestaat inmiddels 2,5 jaar. Draaien met 90 mensen en zijn 5 dagen in de week open van 10 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. Dus eigenlijk ook daar zoeken van ja, hoe geef je invulling aan die stad, aan die stad zoals je hem graag zou willen zien. En wat heeft dat met democratie te maken? Voor mij heeft dat heel erg ermee te maken dat democratie gaat over hoe ziet het goede leven of de goede stad er eigenlijk uit. Dit is een soort zoektocht van ja, hoe bepaal je dat eigenlijk hoe dat eruit ziet? Wie bepaalt hoe dat eruit ziet en hoe realiseer je dat vervolgens? Dus het is voor mij een heel erg duidelijk niet alleen een sociaal ontmoetingsplek, maar het is ook echt een politiek moment inderdaad van dit is goed voor een stad. En wie bepaalt dat? In dit geval bepalen wij dat met 90 man dat deze plek goed is voor de stad, maar ook 20.000 bezoekers per jaar die komen die zeggen van ja, dit is een plek die past in deze stad inderdaad. Dus het is veel initiatieven zijn eigenlijk een voorstel volgens mij van ja, zo zou de stad eruit kunnen zien, ben je het daarmee eens? In plaats van een stuk te schrijven en te zeggen, hey, ben je het ermee eens, wil je erover stemmen? Maar als ze het al gaan doen en aan het doen zijn, dan is het dus een soort rijdende trein. Als mensen het er niet mee eens zijn, dan kan je niet meer zeggen van nou, dan stoppen we ermee. Je kan wel... Kijk, als er geen energie meer in zit in dit soort initiatieven, stoppen ze vanzelf. Bijvoorbeeld bij mij om de hoek heeft een aantal jaar iemand eigenlijk een zitplek gemaakt. En dat was al een beetje aan het afkalven. Nu zijn verhuisd en nu zie je het gewoon uit elkaar vallen. Dus iedereen die er overlast van had, het verdwijnt vanzelf op een gegeven moment meer. Dus het is een soort zoeken eigenlijk met dit soort initiatieven van ja, hoe geef je invulling aan die stad? Hoe doe je dat eigenlijk en hoe krijg je daar ook mensen in mee? Kijk, als bij de lezer, als niemand meedoet, als niemand meer komt, dan houdt het op. Ja. Dus het is in het doen moet je medestanders krijgen. Maar heeft iedereen in dezelfde mate ook die mogelijkheid om die initiatieven te gaan nemen en dat te gaan doen? Nee, maar dat is ook nu... niet het geval dat iedereen dezelfde capaciteit heeft of dezelfde mogelijkheden om aan het democratisch bestel mee te doen. Dus het vraagt voor een deel ook andere capaciteiten, spreekt het aan. Dus het maakt het voor een nieuwe groep mensen ook mogelijk om democratisch burgerschap in die zin te vertonen. En de andere kant is dat je, net zoals dat we voor het deelnemen aan de politiek, zoals we het nu kennen, allerlei cursussen, ondersteuningsmechanismes hebben, kan je ook hiervoor van alles inrichten eigenlijk om het mensen mogelijk te maken om deze vorm van democratisch burgerschap invulling te geven. Ja. Kun je ook aan andere vormen denken? Er wordt bijvoorbeeld over mee praten, mee beslissen in plaats van meer meedoen. Sta je daar tegenover? Als het gaat om mee praten hebben we natuurlijk in Nederland een hele lange traditie. Vanaf de jaren 70 is de inspraak goed geregeld, dus daar zijn we heel goed in. Het mee beslissen zijn we eigenlijk steeds meer mee aan het experimenteren, ook wel in de zin van buurtbegrotingen en dat soort dingen. Van, ja, kan je eigenlijk mensen mee laten beslissen? Een van de ideeën daarachter is, door mensen mee te laten beslissen, leren ze ook hoe moeilijk het is om een publiek besluit te nemen. Ja. En die afweging, dat afwegen te doen. Dus dat is, voor mij zijn dat allemaal interessante voorbeelden van hoe je aan de ene kant eigenlijk binnen het bestaande democratisch bestel probeert dingen anders te organiseren. Ja. Terwijl het meedoen en het initiatieven nemen, zoals ik ze beschouw, zijn het ook
eigenlijk een soort andersoortige democratische vernieuwing, die eigenlijk buiten het institutionele democratie zoals we die kennen stapt en zegt, hey, maar dit is ook een vorm van democratie. Dus beide moeten we volgens mij doen, waar mijn grote fascinatie vooral voor die tweede zit. Ja, en wat maakt het zo anders? Democratie zoals we het nu hebben ingericht, is er vooral op gericht de ander te bewegen wat te gaan doen. Mm-hmm. Dus het vraagt een soort abstracte ander, spreekt het aan. Terwijl heel veel initiatieven eigenlijk in de stad gaan over de concrete ander vaak. Ja. Dus je probeert het met iemand anders, doe je een voorstel van zo zou het hier kunnen organiseren, zullen we hier dit beginnen. Ja. Dus daar zit volgens mij, je spreekt niet iemand anders aan. Dat is het directe eraan, ja. Volgens mij, wat het interessant maakt. Nou zie je overal verspreid over de stad, hè? Dit soort initiatieven, communities, die zaken van de grond krijgen, coöperaties die gestart worden. Mm-hmm. Maar kan je een hele stad zo besturen? Dat is natuurlijk altijd de discussie van hoe schaalbaar is het en welke schaal wil je op opereren. Volgens mij zijn veel initiatieven zijn niet schaalbaar in de zin dat je ze zo over de stad kan verspreiden. De vraag is meer hoe organiseer je samenhang ertussen. Dus hoe organiseer je eigenlijk een lerend vermogen tussen die initiatieven, maar ook een lerend vermogen tussen initiatieven en instituties en instellingen. Daar zit nog enorme ruimte. En een mooi voorbeeld daarvan in Rotterdam is eigenlijk dat bij de afschaffing van de deelgemeentes en de opkomst van de gebiedscommissies een collectief van bewonersinitiatieven in Rotterdam gezegd, weet je wat, wij gaan niet alleen maar gebruik maken van die gebiedscommissie die dadelijk is voor het stimuleren en faciliteren van bewonersparticipatie. Wij gaan onszelf verkiesbaar stellen om eigenlijk mee te denken ook over welke spelregels horen er nu bij. Een gebied, in dit geval Delfshaven met 70.000 inwoners, waarin wij zeggen dat we dit belangrijk vinden, dat burgers zelf invulling geven aan die stad. En daar zit volgens mij, dat is dus een ander soort schaalniveau waarop je probeert die spelregels te zoeken. Van hoe kan je invulling geven aan die stad? Is dat alleen maar door er gebruik van te maken en een initiatief nemen en proberen misschien wel de stad uit te dagen en te zeggen, dit moet gebeuren. Hoe gaan we dit passend maken? Of ga je eigenlijk vanaf de andere kant zeggen, nou, misschien moeten we nadenken over de spelregels waaronder we dit spelen. Twee manieren eigenlijk om naar te kijken. Ja, maar dit is weer een andere invulling van politiek burgerschap. Ja, nee, daarom, dus je kan je nog steeds verkiesbaar stellen. Dat is nog steeds een manier natuurlijk om het politiek burgerschap te doen. Dus het is beide zit een politiek moment in als je politiek niet verengt tot verkiezingen en je verkiesbaar stellen, maar eigenlijk proberen de wereld naar je hand te zetten. Proberen invulling te geven aan hoe de wereld waarin je woont eruit ziet. Dat is waar voor jou politiek om draait? Ja, dat is waar politiek om draait. Dat is in die zin ben ik een leerling van Hannah Arendt, die eigenlijk zegt, het gaat over die wereld. Die wereld maak je, je wordt erin geboren, maar je kan hem ook maken. En dat is waar politiek over gaat. Ja. En dat is ook waar je het over hebt als je het over democratische verbeeldingen hebt? Ja, als het over democratie gaat, moeten we volgens mij proberen veel meer vormen te ontwikkelen. Waarin je vorm geeft aan die stad, aan dat samenleven. En dat is niet alleen maar door eigenlijk een bureaucratie met een legitiem overheidsbestuur. Maar het is misschien ook wel heel veel initiatieven die samen proberen vorm te geven aan die dagelijkse praktijk. En te zien hoe ze daar eigenlijk die stad mee maken. Dus de hele tijd gaat het voor mij erom, vanuit welk perspectief benader je het eigenlijk ook. We hebben lang gezocht, hoe kunnen we dat institutionele oprekken. En wat je nu eigenlijk ziet is een soort, die do-democratie is een soort andere vorm van democratisch burgerschap. Ja. Maar hoe zorg je nou dat niet alleen de grootste schreeuwers en degene die inderdaad de tijd en de energie hebben om die initiatieven te nemen, dat die het voor het zeggen krijgen? Ja, dat blijft altijd een soort heikel punt hierin. Het voordeel is wel dat door het doen spreek je hele andere capaciteit aan. Dus alle mensen die niet van vergaderen houden, die niet houden van stukken schrijven, notas lezen en dat soort dingen, die kunnen bij dit soort initiatieven eigenlijk, daar zit veel meer ruimte in voor andere capaciteiten. Dus dat is één manier waarop je dat mogelijk kan maken. Maar we zullen veel
inventiever moeten worden in het voor mensen mogelijk maken om dit democratisch burgerschap invulling te geven. Dus ik ken in Nederland de vrijwilligerscentrale. We kennen allerlei opleidingen voor hoe word ik een beter gemeenteraadslid, kan ik beter inspreken. Dus we zullen ook voor deze kant van het democratisch burgerschap, waar je eigenlijk dingen doet, misschien met dit soort ondersteuningsstructuren moeten verzinnen. Ja. En als we nou 10 jaar verder gaan in de tijd, hoe ziet voor jou dan het droomscenario eruit? Nou, dat heeft voor mij vooral mee te maken dat we die democratische verbeelding in twee vormen sterker is geworden. In de ene zin dat we nog veel meer verschillende soorten praktijken hebben, nog veel meer verschillende manieren om het te doen. Maar veel belangrijker nog is dat we criteria hebben ontwikkeld die passen bij die nieuwe praktijken. Kijk, nu, als je naar de leeszaal kijkt, als je die beoordeelt als bibliotheek, zijn we een hele slechte bibliotheek. Beoordeel je ons eigenlijk aan de hand van hele andere criteria. Zoals? In hoeverre stimuleren wij de verbeelding van mensen die er komen? In hoeverre maken wij het mogelijk voor mensen om die ruimte zich eigen te maken, te programmeren? In hoeverre ontstaan er onverwachte ontmoetingen? Dan zijn we misschien ineens een hele goede publieke ruimte. Dus we zullen, als we zeggen we willen de democratie vernieuwen, zullen we ook nieuwe criteria moeten hebben voor succes. Want anders zal elk nieuw initiatief altijd mislukken. Dat is nou eenmaal inherent aan innovatie. En als we naar het doemscenario kijken? We hebben een soort technocratisch bestuur waarbij gewoon weer vanuit het stadhuis beslist wordt, zo gaan we het doen. Dat we eigenlijk de kans die er nu in zit en de ruimte die er nu in zit, gedacht hebben, nou, het is te ingewikkeld, het is te moeilijk, we doen het gewoon lekker niet. Wat is de grootste uitdaging? Voor de... Dat dingen mogen mislukken. Dat we gewoon accepteren dat sommige dingen fout gaan. Is een bureaucratie daartoe in staat? Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Doordat het heel erg aan regels gebonden is, is er altijd weinig ruimte voor nieuwe dingetjes uitproberen. Zou je zeggen, er is weinig ruimte voor mislukking. De andere kant is, je maakt het niet zo snel kapot. Dus als er een keer iets mislukt, is niet gelijk het hele bestel kapot. Dus het is een soort dubbel volgens mij daarin. Maurice, hartelijk bedankt voor dit gesprek. We hebben gesproken over vernieuwing van de lokale democratie. Daarbij twee vragen. Hoe bieden we ruimte aan de initiatieven en ook ruimte aan mislukkingen en experimenten? En hoe meten we de successen van de initiatieven? Bedankt. Ja,